Nou, ik moet zeggen, die dodelijke blik van jouw vader toen ik daar voor het eerst aankwam, holy fuck. Ik mis jouw familie. Ja. Zwaar. Ja, nee. Oh, dead, dus je mist mijn moeder gewoon niet. Geweldige mensen. Echt waar, ik lag de bal uit mijn broek met hun. En, ik denk alleen vanuit jouw kant dat je niet nee, nee, oprecht niet. Sorry, pap. Sorry. 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 Ik mis je vader. Nou, ik ben laatst met je moeder uit eten geweest, dus ik mis haar. Mm-hmm. Nee, ik zie haar gewoon. Ja. Ja, en ik ken jouw familie niet. Ja, ik ken mijn familie niet. Daarom zeg ik wel. Ik ben soms nog bij jou. Met wie van mijn familie zou je het liefst aan het kerstdiner willen zitten? Nou, je moeder dan. Ja, mama Jay. Je broertje en zusje, die vind ik echt heel grappig. Nora. Ja, jullie hadden altijd wel die rare banden. Ja. True. Allee, ja, rare. Jezus. Zij was ook zo toen het gedaan was, de hele tijd van... Allee, gaat er u... Allee, probeer nog. Ik was zo... It's not gonna work. Ja, met je moeder? Niet met mijn broer. Met je moeder? Ja, je ma. Ja, toch? Ja. Ik denk dat zij dat ook wel leuk zou vinden. Wat vond je kut aan mijn familie? Ze hadden altijd een bepaalde statusverwachting van mij. Nou, ik moet zeggen, die dodelijke blik van jouw vader toen ik daar voor het eerst aankwam, holy fuck. Hun normen en waarden waren zeg maar een beetje anders dan dat ik zelf gewend was. Dat was hetgeen wat een beetje botste. Dat ze soms heel traag zijn met sommige dingen. Dat is zo. En heel irritant en zeuren. En alles willen weten. En nu ik erover nadenk, dat vond ik echt heel kut. Jouw broertjes gingen echt gewoon ruzie maken om niks. En ineens kwam er een beetje drama tussen hun drieën. Oh shit, ja, dat is echt sick. Maar ja, voor mij was, ik vond dat niet erg. Het was meer gewoon grappig om mee te maken, zeg maar. Ja, dat snap ik. Ja, ik ken ze niet. Nee. Ik heb al je neef. Wie dan? Soms waren die wel een beetje streng, als in dingen dat je niet mocht of zo. Mm-hmm. Qua naar buiten gaan ook. Dat mag er niet uit de zon. Die neef heeft wel eens interesse laten blijken. Laten we daar houden. Zusje zorgde soms voor zoveel ruzie dat mijn hoofd ging ontploffen. Hoe waren onze eerste feestdagen samen? Volgens mij wel met vrienden. En met familie. En familie. Onze leuke familie. Oh, ik vond kerst mee bij jullie ook echt wel mega leuk. En dronken wat jij was. Ja, maar dat kan ik me ook nog herinneren. Dat ben ik altijd. Jij was dronken. Oh, ja, leuk. Dat was heel grappig, want we hadden allebei hetzelfde cadeau voor elkaar gekocht. Ja. Dat vond ik echt heel leuk. Was dat ook? Dat was kerst. Ja. Geen kerst, nee. Al die liedjes. Heel veel gangen. Ja. Kerst hebben we niet echt. Nee. Jouw moeder wel niet. Ja. Ze vonden het allemaal te vroeg en zo, dus... Te vroeg? Ja. Hoe lang? Drie, twee maanden. Dat was wel gezellig. En toen hebben we met jouw broers hebben we gewoon kalkoen gegeten. Oh ja, dat was echt goeie... Dat was wel leuk volgens mij. Dat was volgens mij die dag dat ik die voetbal tegen die glazen had getrapt. Oh. Ja, dat was ook gewoon meteen heel jouw familie ontmoeten. Iedereen. Ooms, tantes, oma, opa. Op zo'n moment is dat wel een goede moment om iedereen te ontmoeten. Ja. Want dan leer je meteen iedereen kennen. Ja. Maar ik was er echt fucking bang voor. Hebben we kerst gevierd samen? Nee, sowieso niet. Nee. We deden niet dat soort dingen volgens mij. Wie van onze ouders is de grootste MILF of DILF? Van mij is wel een DILF. Ja, mijn vader is wel populair. Ja, vader is wel echt een DILF. Ik weet niet wat hij is. Nou, maar ik vind mijn moeder wel een sexy vrouw. Omdat ze er gewoon nog heel jeugdig uitziet. Ik vind mijn moeder geen MILF. En mijn vader helemaal geen DILF. Nee, maar hé, niks daarop tegen. Maar jouw mama ziet er echt goed uit. Voor haar leeftijd ziet ze er echt goed uit. I know. Mijn vader is wel echt een DILF. Hij is wel sexy. Ja, ik denk sowieso jouw kant van voor mijn familie, nee. Ik denk mama. Mijn moeder is best wel knap. Qua uiterlijk. Ja. Ja, oké. Wie heeft de meest sexy ouder van jullie twee? Nou, ik denk dat wij het daar aardig over eens zijn. Als in mijn moeder, die zich erg sexy kleedt. Ik hoop niet dat ze kijkt, maar meer van, ik heb geen titel, maar ik trek toch een push-up bij haar aan. Wat is het geilste cadeau wat je ooit van mij hebt gekregen? Birthday sex, hallo. Ja, ook daar, maar het is niet iets van je zo op tafel kan zetten of zo. Nee, ik had mezelf moeten inpakken. Ja, toen bleef ik voor de eerste keer slapen. Dat was ook met oud en nieuw. En toen de volgende ochtend was het de eerste keer dat je mij je hoofd hebt gegeven. Toen waren jullie al twee maanden. Nee, toen waren we drie, vier. En toen heb je haar pas gelegd. Wij geven dat soort dingen
hebben elkaar nooit gegeven. Ik was jong, ik had het nooit eerder gedaan en zo. Ik bedoel, kijk, nu is het wel anders. Maar nu vind ik het allemaal niet zo heel spannend meer, toch? Mm. Dus nu is het gewoon van, ai, je wordt hoofd. Ik geef je hoofd. Nee, ik heb nooit echt dat ik dacht van, nou, vandaag krijg je een dildo, volgende keer krijg je een buplug. Onder de kerstboom. Hoi, oma. Onder de kerstboom. Ja. Nou, trouwens, je hebt die Erwin Olaf boek. Dat was een heel geil boek. Er staan heel veel naaktfoto's en zo in. Nee, dat heb ik van je moeder gekregen. Volgens mij heb je me nooit een cadeau gegeven. Niet? Nou, moet ik even denken. Wat heb jij mij allemaal cadeau gegeven? Volgens mij ook niks. Ja, we gingen met Sinterklaas dobbelen. Zoals elke familie doet. En we waren met mijn familie. Nou, we gingen zuipen. En mijn moeder die had handboeien met pantervacht erbij gedaan, een schrapje. Oh my god. Nou, die hebben wij gewonnen en gebruikt. Erg? Ja. Niet eens een tekening of zo. Ja, maar daar ben ik niet heel geil van. Ze hebben net echt een geil cadeau van jou gekregen. Ik denk een voorbindtel door. Een bloemmachine. Ja, het hoeft niet. Deze roos. Ja, nee, maar het kan wel gewoon op een. I don't know. Ik weet niet. Oké, geef elkaar een zoen. Waarom moet je elkaar een zoen geven? Wat hangt daar? Ik wist, kijk, ik zag deze, ik wist al. Een misseltooio knuffig. Wat raar, ik wil dat niet. Nee, die slaan we over. Nee, ik kan wel een kusje op je mond, dat vind ik niet heel lekker. Erg. Nou, dat gebeurt ook nog wel eens in feestjes. Ja, dat gebeurt wel eens feestjes ook, ja. Kusje. Een kusje. No. We kunnen elkaar wel een knuffel geven, maar we gaan elkaar echt geen zoen geven. Oké. Zo cool, wauw. Wauw. Ja, dat is... Wauw. Nou. Kom, kom. Oh, yeah. Zo'n box. Een box. Ja. Massie. Je krijgt 20 seconden van mij om zoveel mogelijk plekken op te noemen waar je seks hebt gehad. In 3, 2, 1. In bed, op het strand, in bad, in mijn moeders bed, in een steeg, op een stoel, op de keukentafel, in de badkamer, op de bank. Ja, jeetje. In een pashokje. Okay, nou, vond je dit een leuke video? Vergeet niet om te liken, te subscriben en dan voor meer leuke content. Yes.